Ik ben hier in de Purmer-Zuid en het bewonersinitiatief wat ik vandaag bezoek, daar loop ik op dit moment overheen. De verbreding van het voetpad in Park de Driegang. Het is voor een groot deel inmiddels aangelegd en voor een deel moet het ook nog gedaan worden. En ik heb afgesproken met de bewoner die zich hier heel hard voor heeft gemaakt. Omdat de molen toch en de mensen daar vandaan naar Meerland lopen, was dat voetpad wat er lag, was schuin. En daar vielen ook nog wel eens mensen om, omdat ze dus plotseling ineens naar links gingen. En men kon elkaar niet passeren, dus er moest altijd op het rijwielpad gelopen worden. En dat ging de ene keer goed en de andere keer dan, nou ja, raakten elkaar en dan lag er weer een op de grond. En, nou ja, dat is allemaal niet leuk. Dus toen dacht ik, nou, ik breng het bij de gemeente in of ik maak het aanhangig. En toen heb ik gezegd, jongens, dat pad zou hier breder moeten. We moeten elkaar kunnen passeren. En het moet regelmatig en vlak zijn. Het moet niet aflopen. Nou, en dat moet ik zeggen, dat nu dit jaar heel gelukkig en heel goed en waar we heel dankbaar voor zijn, gebeurd is. Een vraag van een bewoner uit de wijk of iets aangepast kan worden, betekent nog niet automatisch dat het ook een bewonersinitiatief wordt en dat het gerealiseerd kan worden. En ik sta hier naast de wijkmanager van de Purmer-Zuid, Jeffrey. Kan jij ons uitleggen waarom dit toch een bewonersinitiatief geworden is? Het is een samenloop van omstandigheden. Enerzijds natuurlijk de inzet van de bewoners in de buurt, maar ook de meldingen bijvoorbeeld op Facebook en de meldingen die de wijnkerkgroep ontvangt, die dat weer terug herleidt naar de wijkmanager. Dat heb ik allemaal gekoppeld, teruggekoppeld naar het beheer, die een samenwerking heeft gevonden met het riool, om het riool op te hogen. En samen hebben we er een mooi project van gemaakt. Doordat heel veel dingen samenkwamen, is het dus gelukt om dit bewonersinitiatief te realiseren in de wijk. En wat ook meegespeeld heeft, is dat hier heel veel ouderen wandelen. En waar ik nu langs loop, ik ga het jullie even laten zien, even kijken, dat zijn deze bankjes. Dat is een heel aantal jaren geleden ook ontstaan als bewonersinitiatief. Het zijn bankjes die hoger zijn, waardoor het makkelijker is als je wat ouder bent om weer op te staan. En de bankjes hebben een speciale plek voor de rollators. Dus op deze manier is er gezamenlijk een mooie route ontstaan waar iedereen fijn kan wandelen.